Binnen de commissie Deformaties houden we ons nu al 2 jaar bezig met het ontdekken van mechanismes die onze tunnels in beweging zetten. We zijn gestart met die tunnels waar zettingen, lekkages en of scheurvorming duiden dat er wel eens meer gebeurt dan oorspronkelijk bedacht. Deze zoektocht leidt ons naar alternatieve voegoplossingen, onderspoeltechnieken en cyclische temperatuur- en getijdeneffecten. Onze commissie bestaat intussen uit uitgebreide groep experten op het gebied van soil structure interaction, geotechniek, afzinktunnels als ook monitoring. Mocht je hierover meer willen weten, neem dan contact met ons op.